Zo'n 3000 Friese huishoudings in het Boetengebied hebben op het stuit geen goed internet. Op al deze plakken glasvezel aanlezen is duur en kost het een soort tijd. Neffens de FNP kan dat goedkoper en makkelijker met de satelliet. Ze willen daarom een proefbaan. Het idee is om op 20 adressen in Friesland, dat kan gewone wenhuizen wezen, dat kan in pleatsen wezen, in bedrouwen, om daar een proef te beginnen voor één jaar, oorlier. En dat is je van ja, wat ondervindings binnen. Waarom is dit nou zo'n goed alternatief voor de mensen in het Boetengebied? Nou, omdat het een direct beschikbaar alternatief is. Het is betaalbaar en het heeft een snelheid die heel geschikt is voor het dagelijkse e-mail-internetverkeer. Maar net Elt Snien is positief voor internet via de satelliet. Als ik hoor wat het moet gaan kosten per maand, denk ik dat het voor een groot verbruiker, voor een gezin, heel, heel erg duur wordt. We hebben 2 studerende kinderen. Nou, die willen YouTube-filmpjes, die downloaden films. Schoolwerkstukken worden gedownload. Ik weet het niet precies, maar tussen de 50 en de 60 gigabyte per maand denk ik dat we wel binnenhalen. De satelliet kost €29 voor 5 gigabyte. Dus voor iedere gigabyte extra moet er €8 bij. Ja, dus je had 12 keer zijn volle neder eigenlijk. Ja, dat is onbetaalbaar. Het is geen glasvezeloplossing, maar voor huishoudens die nu niks of heel weinig hebben, is dit natuurlijk een enorme stap voorwaarts. Na een week zal de FNP het idee van de proef inbrengen in de statenvergadering.